dat waren even een stukje uit mijn programma. Wat helaas nou even door de omstandigheden niet doorgaat. Boogie Woogie. Normaal zit er nog wat een trekkergeluid onder. Het is eigenlijk een Boogie Woogie geïnspireerd. Op een boogie van Rob Hoeken en van Meatloaf Lewis. En dan heb je ook meteen de twee grote namen in de Boogie Woogie te pakken. Waar ik ook een beetje mijn programma omheen gebouwd heb. Nou, daar zal ik nog niet al te veel vertellen. Ik doe wat hapsnap dingen uit het programma Boogie Woogie. Wat dus in een korenbeurs onder andere plakvinden zal. Maar waar ik nog gewoon met deur gaan. En waar ik nou het volgende stuk uit spelen zal. De Honky Tonk Train Blues. Een Honky Tonk Train Blues is eigenlijk een van de klassieke boogie woogies. En het komt misschien ook wel omdat het heel mooi een trein nadoet. De boogie woogie is eigenlijk geïnspireerd op het geluid van een trein. We hebben hier ook allerlei omgevingsgeluiden. Past er mooi bij. Maar deze boogie woogie imiteert eigenlijk een trein. Train Blues. Nou ja, een van de dingen die ik in het programma wat naar voren haal is hoe ik zelf ook tot de Boogie Woogie komen ben. Onder andere doordat ik deze nummers hoorde. Dit nummer bijvoorbeeld, toen ging ik gelijk wel helemaal kapot. Ik had nooit gedacht dat ik het ooit nog eens een beetje onder de knie krijgen zou doen. Maar ja, ik ben toch een aardig eentje komen. Maar het begon eigenlijk met deuze. Met de zogenaamde Cakewalk. Dit klinkt iets eenvoudiger. En wat ik dan deed, was eigenlijk te proberen zelf met mijn rechterhand dingen bij te verzinnen. En eigenlijk is dat wat ik nog steeds precies hetzelfde doe. En dat is ook het mooie van die boogie woogie. De improvisatie. Thank you.
wat ik deed, was eigenlijk ja, dit soort boogie-woogies proberen te spelen vanuit een boek. Heel langzamerhand begon ik daar dus zelf wat dingen bij te bedenken. Maar ik kwam er ook wel achter dat elke zichzelf, enigszins zichzelf respecterende boogie-woogie-pianist, een boogie-woogie naar zichzelf noem maar mot. Elke boogie-woogie-pianist die noemt dan een, bijvoorbeeld Kay Holden, die heeft dan de Kay Special, nou zoiets. Ik denk, ik bedenk ook maar een boogie-woogie en die noem ik dan de HJH Special. De HJH Special. Ja. Zien de Boogie Woogie komt eigenlijk uit New Orleans. Tenminste, daar ben ze wel een beetje over uit dat de Boogie Woogie uiteindelijk in New Orleans ontstaan is. Het is een mix van verschillende invloeden. En een van de eerste Boogie Woogies die eigenlijk bekend werd, waren de Cow Cow Blues. Nou, het aardige van die Cow Cow Blues is, hij is bedacht door Charles Davenport. Ze noemden hem op een gegeven moment Cow Cow Davenport. Want hij werd zo bekend met zijn nummer Cow Cow Blues, dat niet één wist meer dat hij Charles heette, maar ze noemden hem alle jaar Cow Cow Davenport. En ik zal de Cow Cow Blues, althans een stuk ervan, speulen nou. Thank you.
kou blues. Ik zie er even achterom hoe laat dat het ongeveer is. Ik vertel al even. De Boogie Woogie is eigenlijk de bakermat van de Boogie Woogie. Is bij de is New Orleans. Zijn de grote pianist Meatloaf Lewis komt er weg. Fats Domino, Professor Longhair, Dr. John. Maar een ander plak werd wat ook heel, heel belangrijk worden zou. Boogie Woogie, dat hebben we het iets later, eind jaren 30, in de oorlog, 40, 45. Toen speelde het eigenlijk zich al in Chicago. In de South Side van Chicago. Het volgende stuk dat ik speel, dat heet de South Side Stomp. Nou, hoe ben ik daar aankomen? Eigenlijk door een Nederlandse band. De band Battle House, bestaat nog steeds, geweldige band. En die, had een, die kwam met hun eerste plaat in 1971... Die kocht ik omdat Shaky Sam erop stond. Nou is het wel heel aardig dat ik hier toevallig voor de grote kerk sta in Sint-Jacob. Want het Shaky Sam, zijn laatste optreden. Shaky Sam, dan hebben we het over Simon Vlietstra, grote bluesheld in de jaren 70, begin 80. Die had zijn allerlaatste concert in deze kerk gehad. Hier ben. Toen was het nog een vervallen kerk. Stond op verf mei. Er waren ook nog wit. Maar Shaky Sam had zijn laatste concert hier dus. En door hem kocht ik deze plaat. Maar eigenlijk, wat ik nog veel mooier vond dan zien hartverscheurende mondharmonica solo's, waren een instrumentaal boogie woogie stick. En dat hier dus de South Side Stomp. Outside Stomp. Een van de pianisten die het in Chicago eigenlijk heel bekend was, Albert Emmons. En Albert Emmons die had een boogie woogie, andere klassieker naast die van Meatloaf Lewis, de Honky Tonk Train Blues, en die heet de Boogie Woogie Stomp. Ja, de Boogie Woogie Stomp is het door alle Boogie Woogie pianisten eigenlijk zijn me vertolkt. Komt even een motor voorbij.
En ja, het is een livestream. We zitten hier ook een beetje op de livestream, de golfstroom van het beeld. Gaan we het krijgen over. Vroeger ging hier de zee. Nu staan er de pianospul. Maar hoe dan ook. Die Boogie Woogie Stomp van Albert Emmons. Ja, dat is misschien wel het allermooiste Boogie Woogie nummer wat er is. En ik zal er mijn bescheiden versie van spelen. Ja, de Boogie Woogie Stomp. Ik raak er al van in de war. Ik wou nog even een Boogie Woogie doen, in ieder geval van Rob Hoeken.
weet niet hoeveel tijd dat we hebben. Ja, we hebben nog eventjes tijd. En dan sluit ik al met een speciale gast. Tenminste, kijk dat die nog ergens er is. Het nummer wat ik meestal spelen zal is de Laughing Boogie. En dat, heet, dat is van Rob Hoeken. En dat is eigenlijk noemd naar het eend. Het eend weet je misschien ja, al of niet om lachen motten. Ik vind het heel vermakelijk. Het is een eend met een S-mineur akkoord. Dus zo eindigt het. Ik heb het al een paar keer gespeeld. Sommige mensen vinden het helemaal niet vals. Ik weet dat je het hoort. Niemand hoort het hier, maar ik wel heel duidelijk. Het klinkt heel vals. Nou goed. De Laughing Boogie. Ja, de Laughing Boogie. Ik vind het zelf wel, wel zeer vermakelijk. Ja, we gaan naar het laatste nummertje toe. Een nummer van wederom van Rob Hoeken, eigenlijk tenminste. Ja, het liet het allerlei Rob Hoeken vanzelf. Het heet de Jungle Boogie. En nou is het heel toevallig, is hier een mondharmonica speler in de buurt. Dus Harm, ik wou die vragen, wist al even mee doen? Ja, jongen. Ja, wat toevallig. Ja. Oh, daar staan we dan. Ja. Is het Jacob? We staan percentjes verdienen. Nou ja, jongen. Ik kom de titel door. Ja. Dat komt wel goed. Wat leuk, jongen. Wat staat hier mooi. Ja, niet. Het is wel een prachtig plakje, jongen. Ja. Ja. Maar alles aflast. Ja, het is een heel trieste boel vanzelf. Hoi. Voor de blues. Tien voor de blues. Ja, nou ja, we moeten toch maar een beetje boogie-woogie van maken. Ja, precies. Wat vrolijker ja. Blues. Iets vrolijker blues ja, dan de blues. Ja. Een beestje. Hé, hey, maar te gek, joh, dan staan we een nummertje bij. Ah ja, joh, daar had het correct al over Shaking Sam. Shaky Sam, ja, anderhalve meter. Een van mijn grote voorbeelden, zal ik die vertellen. Ja, zeker. Zeker. Als je het vertelde, Shaky Sam die had zijn laatste optreden, dat waren ze hier. Ja. Hij woonde toen in die tijd in Sint-Jaap. Oké. Peter Ross, Westerberg. Dan ook opdragen aan Shaky Sam. Shaky Sam. Ongesteld waar ik hoe je absoluut. De beste. Ja, de beste. Misschien wel één van. Ja, nou in ieder geval één van de besten. Thank you.
Alle boogje, hè?